Vandaag zijn er veel updates uit de richting van Kursk. Hier hebben Oekraïense troepen in een gedurfde en strategische manoeuvre met succes verschillende belangrijke nederzettingen omsingeld, waardoor aanzienlijke Russische troepenformaties effectief geïsoleerd zijn en de weg is vrijgemaakt voor intense gevechten. Naarmate de omsingeling strakker wordt, staan de ingesloten Russische troepen voor de dreiging van op handen zijnde Oekraïnse offensieven, waarvan sommige al hebben geleid tot verwoestende verliezen voor de Russen. Onlangs onthulde de Oekraïnse opperbevelhebber Oleksandr Sursky tijdens een televisiesessie van het Oekraïense congres van lokale en regionale autoriteiten een kaart waarop de huidige frontlinie in Oblast-Kursk te zien is. Opmerkelijk is dat Sursky's kaart eerdere speculaties bevestigde en verschillende ketels benadrukte waar Russische troepen effectief omsingeld en afgesneden zijn van hun bevoorradingslijnen. Een van de meest beruchte ketels is gevormd ten noorden van Sucha, nabij Malaya-Loknia. Dat een belangrijke tactische overwinning voor de Oekraïnse troepen markeert. In de vroege stadia van de inval in Kursk voerden Oekraïnse sabotage- en verkenningseenheden een diepe penetratie uit in door Rusland bezet gebied, waarbij ze meer dan 15 kilometer ten noorden van malaja lokria langs de weg Naoghof oprukten. Deze snelle en beslissende manoeuvre was cruciaal bij het omzingelen van de Russische troepen. De onverwachte snelheid en diepte van de Oekraïnse opmars overrompelden de Russische troepen, wat leidde tot de insluiting van een aanzienlijk aantal Russische eenheden in Malaya-Lokdia aan het begin van het offensief, waardoor hun langdurige isolatie werd ingeluid. Oekraïnse sabotage- en verkenningsgroepen gebruikten effectief hinderlaagtactieken langs belangrijke routes, waardoor Russische troepen werden verhinderd zich te hergroeperen of het gebied te ontvluchten. Deze strategische acties waren cruciaal om de isolatie van de omsingelde Russische eenheden te handhaven waardoor mogelijke versterkingen of ontsnappingsroutes werden afgesneden. Als gevolg van deze aanhoudende isolatie werden de meeste ingesloten Russische troepen ofwel vernietigd in gevechten of gedwongen zich over te geven. Echter, in tegenstelling tot andere ontsingelde Russische troepen, hebben die in Malaya-Loknia het veel langer volgehouden. Hun langdurige verzet kan worden toegeschreven aan hun gebruik van de voormalige vrouwengevangenis als versterkte vesting. De robuuste infrastructuur van het gevangeniscomplex heeft aanzienlijke verdedigingsvoordelen geboden, waardoor deze troepen veel langer konden standhouden dan anderen in vergelijkbare situaties. Recente verkenningsgegevens bevestigen dat Oekraïnse troepen met succes kritieke terreinkenmerken en transportroutes in alle richtingen rondom Malaya-Loknia hebben veiliggesteld. Deze grondige controle van de flanken heeft een meer laag verdedigingssysteem opgezet, waardoor potentiële Russische uitbraakpogingen effectief worden verstikt. Recent gepubliceerde geholokateerde beelden onthullen intense Oekraïnse aanvallen op de omsingelde Russische troepen in het gebied. De beelden tonen de gevangenispaviljoens op de achtergrond, terwijl een Duits gemaakte BMP-Marder-infanteriegevechtsvoertuig van de 95ste Luchtlandingsbrigade een krachtige aanval uitvoert op twee bijgebouwen naast de gevangenishekken. Het 20 mm snelvuurkanon van de Marder vernietigt deze structuren volledig, waardoor ze tot AS worden gereduceerd. Een andere video, ook gefilmd nabij de gevangenis, toont Marder voertuigen die verschillende nabijgelegen gebouwen volledig vernietigen, waardoor de strop rond de belegerde Russische troepen verder wordt aangetrokken. De originele, ongecensureerde gevechtsbeelden van deze operatie zijn te vinden op ons Telegram-kanaal via de link in de beschrijving. Dit was echter nog maar het begin. Oekraïnse troepen zijn nu bezig met het opzetten van een tweede, mogelijk nog verwoestender, ketel op slechts 12 kilometer ten oosten van de eerste. Russische militaire analisten melden dat Oekraïnse troepen Russische troepen in Martinovka omzingelen. Een blik op de topografische kaart onthult de strategische betekenis van Martinovka. Gelegen op slechts 5 kilometer ten noordwesten van Sutja op verhoogd terrein, ligt het aan de voet van de R-200-snelweg, een cruciale slagader voor troepenbewegingen en logistieke bevoorrading. Het veiligstellen van de frontlinie voorbij Martinovka is een kritieke prioriteit. Als deze positie in Russische handen zou vallen zou de verdediging van Sutja ernstig in gevaar komen. De verhoogde ligging van Martinovka, de nabijheid van Sutja en de toegang tot een belangrijke logistieke aanvoerroute maken het een strategische speel die de Russische controle over het gebied aanzienlijk zou kunnen versterken. Oekraïnse troepen zijn opgerukt om Martinovka vanuit het noorden te omzingelen, richting Pushkarnu, terwijl een ander offensief vanuit het zuiden oprukt, afkomstig uit Ruskaya-Knopoka, dat nu volledig onder Oekraïnse controle staat. Deze manoeuvre vormt een aanzienlijke bedreiging voor de Russische troepen, die het risico lopen in de ketel te worden gevangen zonder de mogelijkheid om te ontsnappen. Als gevolg hiervan zijn elementen van de Russische 810e Mariniersbrigade gevangen in een zak binnen het Martinovka-gebied. Een belangrijk incident, breed gerapporteerd door Russische bronnen, betrof beelden van een soldaat van de Russische 11e Luchtlandingsbrigade die naar verluid dienstplichtigen uit de Martinovka zak leidde. De beelden tonen de ervaren parachutist die zichzelf opneemt terwijl hij een rij dienstplichtigen uit de omsingeling leidt. Dit evenement benadrukt dat, zelfs drie weken na de inval in Kursk, Russische troepen hun toevlucht hebben genomen tot het inzetten van dienstplichtige soldaten in enkele van de meest kritieke en intense gebieden van het conflict. Professionele eenheden worden gespaard en meestal alleen ingezet in wanhopige situaties waarin slecht getrainde dienstplichtigen niet in staat zijn om effectief verzet te bieden. Over het algemeen benadrukken de vorming en het onderhoud van de Malaja-Loknia en Martinovka ketels de strategische en tactische bekwaamheid van Oekraïnse troepen in dit offensief. Deze operaties tonen hun vermogen aan om diepe penetratiemanoeuvres uit te voeren, vijandelijke eenheden effectief te isoleren en territoriale winsten te consolideren ondanks tegenaanvallen. Bovendien suggereert de voortdurende inzet van Russische dienstplichtigen, zelfs op kritieke punten nabij Sutja, dat Russische commandanten nog steeds worstelen met de uitdaging om troepen en reserves van andere frontlinies, met name in Zuid- en Oost-Oekraïne, te minimaliseren. Deze situatie biedt gunstige vooruitzichten voor de verdere uitbreiding en consolidatie van door Oekraïne gecontroleerd gebied in de regio Kursk. Als je tegen de invasie van Oekraïne bent en je wilt het werk dat ik doe steunen, overweeg dan een aankoop te doen in de online winkel UA Supporter. Hier kun je veel producten met Oekraïnse symbolen vinden om niet alleen je steun voor dit kanaal te tonen, maar ook voor Oekraïne. De link naar de online winkel staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken naar dit verslag, en ik zie je in de volgende.